Hoi en welkom bij weer een nieuw filmpje. Deze keer een shoplog met bullet journal spullen. Ik ben bij verschillende winkels langs geweest de afgelopen 2 weken ongeveer. En heb deze spulletjes eigenlijk allemaal bij elkaar geraapt. We beginnen hier bij spulletjes uit de Vibra. Ja, de Vibra klinkt misschien heel raar, maar ook hun hebben hele leuke en goedkope knutselartikelen. Ik heb 3 pakjes decokaarten gehaald. En per pakje was het 79 cent. En ik doe 1 keer in de zoveel tijd in mijn bullet journal die altijd eentje erin plakken. Maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon gebruiken als postkaarten. Elk pakketje heeft een ander thema. Persoonlijk vind ik degene met het zwart en het witte het mooiste. Want dat doet me het meeste aan mijn labelmaker denken. Ook had ik een pakje stickers meegenomen. En deze stickers waren 50 cent. En in één zo'n verpakking zitten 3 losse velletjes met allemaal dezelfde stickers. Na flink graaien in de bak kwam ik ook deze dingen tegen. Het zijn decoratiepapier zakjes eigenlijk. Per verpakking is €1,49. En elke verpakking heeft verschillende soorten en maten. Dit zijn ook hele leuke dingen voor als je aan Project Life fotoalbums doet. Want de kleine kaartjes die hebben hetzelfde formaat. Ik laat hier even zien wat er allemaal in zit. Deze losse framebies kun je natuurlijk ook gebruiken in fotolijstjes om het net een soort passepartout idee te geven. En er zitten ook fotohoekjes bij voor in fotoalbums. Nu verder met spulletjes van de Xenos. Allereerst laat ik jullie een krijtstift pen zien in koperkleur en die is €1,29. Dan heb ik ook gehaald een lijmstift. Het is eigenlijk een marker, alleen dan in de vorm van vloeibare lijm. Hij heeft een heel handig puntje voor precisie lijmwerk. Ook al ze hier hebben leuke stickers en deze waren 79 cent. En in één verpakking zitten 2 losse velletjes. Toen heb ik nog transferfolie opgepikt en die zijn 99 cent. In elke verpakking zitten 4 velletjes en ik heb verschillende kleuren meegenomen. Vooral de holografische vind ik heel erg mooi. En nu komen we bij spulletjes van de Action. Het kon ook niet anders. Een lijmroller. Deze zijn 98 cent. En zoals ik al eerder heb gezegd, mijn absolute favoriete aankoop ooit. Dan heb ik ook nog een gelpennenset gekocht bij de Action. En dit hele doosje kostte €2,99. Er zitten glitter, metallic en neonkleuren in. In
de zoveel tijd doe ik altijd mijn liniaal ook vervangen. Deze liniaal set komt ook van de Action. Deze is 69 cent. En hier zitten verschillende vormen in. Wat je natuurlijk heel snel hebt als je met verschillende soorten stiften en pennen werkt, is dat linealen snel vies worden en daardoor strepen achterlaten in boekjes. Daarom doe ik ze altijd één keer in de zoveel tijd vervangen. Oké, en dan gaan we nu even de producten uitproberen. Ik begin met de gelpennen. Ik laat eerst even alle neonkleuren zien. De pennen zelf zijn heel licht in de hand. Ik vond het persoonlijk wel fijn. Eens de nadeel aan deze pennetjes was dat sommige niet helemaal goed geproduceerd waren. Dus ik moest ze allemaal eventjes nog goed aandraaien voordat ik ze echt kon gebruiken. Want soms viel de vulling opeens eruit omdat het dopje er niet goed aan de onderkant op zat. Dan laat ik nu de glitterversies zien. Het viel me wel op dat vooral de groene kleuren moeite soms mee hadden om echt de inkt doorheen te gaan. Maar daar, als ik eenmaal een paar keer over het papier heen had gekrast, toen kwam het vanzelf eruit. De metallics. Deze zijn toch echt wel mijn favoriete kleuren eigenlijk die in het pakketje zitten. En ik weet zeker dat ik deze ook vaak ga gebruiken. Ik laat ook even de krijtstift zien. Oké, en dan gaan we nu verder met de transferfolie uittesten. Ik heb met de lijmstift een hartje eigenlijk getekend in mijn boekje. En hier doe ik dan de folie overheen vouwen. En dan ga ik het overheen wrijven om het op die manier over te werken. Zoals je ziet, werkte niet elke kleur even fantastisch. Er stond ook echt op van probeer van wrijf met een doekje eroverheen of wrijf met een pasje eroverheen. Dus daarom dat ik daar ook nog eventjes een keertje met een pasje ga proberen. De lijmstift is hetgene wat Xeno zo automatisch eigenlijk zelf als bijverkoop bij heeft liggen. Persoonlijk vind ik het geld niet waard, 4 euro. En de transferfolie, alhoewel het een heel leuk idee had kunnen zijn, zodra ik er overheen wrijf met mijn vinger, laat het los. En dat is toch eigenlijk wel heel jammer. Nou ga ik het even uitproberen met de lijmroller. Want ze hadden ook aangegeven dat je het eventueel met dubbelzijdige tape kon gebeuren. En ja, lijmroller komt er eigenlijk op hetzelfde neer. En deze ging al wat beter. Deze had een iets betere dekking. Maar ook deze, zodra ik er overheen wreef met mijn vinger, ging het eraf. Ik ga persoonlijk dit product niet nog een keer gebruiken. Het viel me gewoon tegen. Ik dacht dat ik de leuke trends die ik allemaal op Pinterest voorbij zag komen met folie, dat ik daar eigenlijk kon gaan gebruiken in mijn bullet journal. Maar achteraf gezien is het gewoon niet het gewenste resultaat. Dat was het filmpje weer voor deze week. Hopelijk vond je het leuk. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet absoluut niet te abonneren op mijn kanaal als je nog meer van dit soort filmpjes wil zien. Doei!